Meer data, meer waarheid, nog meer data, nog meer waarheid. In de datawereld is morgen alles weer heel anders dan vandaag. En overmorgen is al bijna niet te voorspellen. Binnen deze context wordt van de overheid de rechtszekerheid verwacht. En wij verwachten andersom van onze opdrachtnemers goed opgeleverde data. In mijn sessie ga ik in op onze rol als de overheid en als opdrachtgever. Hoi, ik ben Marcel Suco, programmamanager BIM bij de provincie Noord-Holland. Als provincie gaan we onder andere over de aanleg en beheer van infrastructuur. Data speelt daarin steeds meer een hoofdrol. En hoe krijgen we nou begrip over en weer met opdrachtgevers en opdrachtnemers hoe we daarmee om willen gaan? Data en digitalisering wordt meer en meer de core business van overheidsorganisaties. Maar jullie merken daar niet zoveel van. De overheid wordt pas een dingetje als je bijvoorbeeld je OV-studentenkaart te laat is, je paspoort verleend moet worden of de vuilcontainer vol is. Een tweetje met een klacht is dan zo verstuurd. Je snapt heus wel dat het paspoort veilig moet zijn, maar je wilt het wel het liefst zo snel mogelijk morgen in huis hebben, alsof het een bestelling van bol.com is. In de bouwwereld willen we dat eigenlijk ook steeds meer. Het is steeds meer data or die. Het gaat alleen niet zo snel als Tony Stark in de wereld van Marvel doet geloven. Wat willen we nou met data als overheid? Hoe regelen we dat dan goed? Met welke dilemma's worstelen wij? Ik neem die graag mee in mijn verhaal. See you op CU 2020 op 8 oktober.